Hallo, dit kijkt naar rit 14 van de Tour de France op de Xbox One. En we gaan weer klimmen. De finish is namelijk heuvel op. Wie gaat hier de sterkste straks zijn? Ik draai op een goede positie met Dumoulin de beklimming op. Dan besluit ik om toch maar de kop te pakken, omdat Dumoulin het best een eigen tempo kan rijden. Heel explosief is hij niet, maar hij heeft altijd wel, kan altijd de beklimming goed inschatten. En op eigen tempo komt hij altijd vrij ver. Hier halen we een vroege vlucht erop en dan wordt hij aan de rechterkant gedemareerd. In eerste instantie rijd ik nog in eigen tempo, maar later probeer ik toch met een demarrage weer in de buurt te komen. Proberen om toch weer terug te komen bij de voorste. De finish is trouwens niet helemaal heuvel op, want er gaat ook nog een kleine kilometer naar beneden. De voorste renners zijn al onder de bergsprint. Valverde is daar als eerste en dan kom ik hier met Dumoulin als vijfde boven. En dan wordt er gesprint. Ik mis deze bocht een beetje. En dan is dit de laatste bocht. Wie gaat de rit winnen? Op welke plek gaat Dumoulin finishen? De rit gaat worden gewonnen door Daniel Martin. Die klopt Valverde. En in de slotmeters wordt Dumoulin nog even ingelopen door het peloton. Martin wint dus de rit. Tot morgen met een nieuwe etappe. Doei doei!